het boek van Adriaan van Dis. Ik kom terug. Nou, het is een heel fascinerend boek. Omdat hij ontzettend openhartig over zijn moeder uiteraard vertelt, maar vooral over zichzelf. Hij ontziet zichzelf niet. En hij heeft een schrijfstijl die is onnavolgbaar. En ik ben niet zo'n grote lezer, maar dat boek dat wilde ik echt uitlezen. En dat duurde wel even, maar dat is toch gelukt. En ik heb er heel veel plezier gelezen. En waar het om gaat is dat zijn moeder is een beetje spiritueel aangelegd. En hij eigenlijk niet, geeft hij zelf toe. En die komt met allerlei dingen aansjouwen waar hij niet echt gecharmeerd van is. Maar ja, hij moet het allemaal voor zoete koek meenemen. En dus hij weet er toch ongemerkt heel erg veel van. En dat heeft hij ook in zijn boek verwerkt gewoon. Dat is mooi.